Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik deze twee alocasia's verpotten. Zoals je misschien wel ziet, zien deze twee alocasia's er niet zo best uit. Ik ben een beetje ten einde raad. Dus wat ik heb gedaan. In een vorige video heb ik een speciale potgrond gemaakt, gemixt. Een mix speciaal voor aeroids. Als je de mix wil zien wat er allemaal in zit precies, dan kan je mijn vorige video bekijken. En dan mix ik hem allemaal bij elkaar en dan weet je precies hoe ik het heb gedaan. Maar wat we nu dus gaan doen is deze twee planten uit elkaar halen. En ik ga beginnen met de kleine. Ik ben bang dat het niet helemaal goed gaat. De aarde voelt heel vochtig. Niet super vochtig, maar wel vochtig. Ik geef het dan water, maar het blijft heel saggy. Dus ik ben bang dat het wortelrot heeft. Ik ga hem eruit halen. Dit is hoe het blad eruit ziet. Het is helemaal zielig. Ik vind ook gelijk dat hij in een deathpluck zit. En dat willen we niet hebben. Oké, nou dit zijn ze paar wortels. Zien er op zich goed uit, maar ik ben dus ook bang dat er... Oh, nee, niet vallen. Dat er hier wortels in zitten. Ja, zie je? En daar was ik dus bang voor. Dat dit is dus rot. Maar wat ik wel eerst ga doen is zoeken naar knollen. Denk ik niet. Oké, ik ga dit even wegschuiven. En dan ga ik sowieso deze even eruit proberen te halen. En ik heb hier alweer gelijk een knolletje. Echt een heel super klein knolletje. Super cute. En één knol. Nog eentje, maar die is een klein beetje uitgedroogd. Met wel een hele lange stengel eraan, maar die voelt niet helemaal best. Die een worteltje die er doorheen wil. Zo. Dus ik had toch wel een vermoeden die goed bleek te zijn. Dat het niet helemaal best ging hier binnen. Het heeft dus wel een soort... Ja, misschien niet de wortelrot. Ik vind het zo grappig, hè. Dat hierin wordt de alocasia gekweekt. En dit is dus aardig gemengd met perliet. Maar hier wordt het dus... ingepot. En dat snap ik dus niet. Ik denk dat dit een soort van kokosaarde is of zo. Ik ga hem heel even een beetje schoon proberen te maken. Alle velletjes eraf halen. Want nu heeft hij wel een stuk betere wortels. Dus ik hoop dat hij hier beter van wordt. En ik merk ook altijd als ik de knollen van hun velletje verlos, zeg maar. Dan doen ze het altijd een stuk beter als dat ik dat niet doe. Dan groeien ze een heel stuk sneller. Ik ga de wortels heel eventjes afspoelen. Nou, dan stop ik de aarde erin. Goede laag. Zo. En dan stop ik de worteltjes erin. Even met mijn kleine schep. En dan kan ik hem aanvullen met mijn nieuwe potgrond. Ik vind het zo leuk. Hele grote stukken aan de bovenkant haal ik al even weg. En dan ga ik hem even shimmyen. Niet heel erg nodig, want er zit niet heel erg veel wortelkanaal in.
Ik druk het nu niet aan, omdat er hele grote stukken in de mix zitten. Dus als ik hem nu ga aandrukken, dan is er een mogelijkheid dat ik de wortels dus beschadig. En dat wil ik niet. Dus ik laat het zo. Hij zit nu zo goed erin. En hij is klaar. Ik ga gelijk door met de volgende. Dit is een Alocasia brachifolia. En dit is echt een Alocasia die op mijn wishlist stond. Ik heb hem echt al een hele tijd geen water gegeven, maar hij is gewoon vochtig. Dus ja, ik kan het dus gewoon niet handelen dat dit dan gebeurt. Dit vind ik echt niet cool. En de wortels vallen uit elkaar. Ja, dat krijg je dan. Er zitten twee in één pot. Met een deadpluk. En dit is dus wat er overblijft. Van die ene plant. Er zitten echt heel veel rotte wortels in. Oh, dit is zo zonde. En zo heel veel water geef ik ze niet. Juist om die wortelrot te voorkomen. Totdat ze droog zijn. Maar ja, dan is het niet droog. Dan is het droog. En dan houdt het zoveel water vast. Het is echt zonde. Maar dit is wel een mooie wortelstelsel dan. Gelukkig nog. En hij gaat wel binnenkort een blad geven. En dat is cool. Ook al is deze dan alweer bijna aan het vergaan. Dan heb ik dit zielige hoopje worteltjes. Nou, valt mee hoe zielig het is. Is eigenlijk helemaal niet zielig. Nou, hier precies hetzelfde. Oeh. Een knol van de Alocasia brachifolia. Oh, wat is dit? Is niks. Zo. Ja, dit is wel echt zonde hoor. Van zoveel wortels wat hierin zit naar alleen dit kleine beetje. En dat allemaal door de aarde. Het is echt niet oké. Not a vibe. Not a vibe. Oké. En even nog wel voor de zekerheid checken dat er geen knollen in zitten. Hier nog een knol. Oh, nooit je Alocasia zomaar weggooien zonder te checken voor de knollen. Dit is schors. Hier nog één. Oh, dat is op drie. En vier. Zo, maar deze knollen zijn donker. Super donker. Je ziet ze. Oh, vijf. Je ziet ze gewoon bijna niet. Dan ben ik extra bang dat ik iets gewoon weggooi. Oh, en een kleine. Zes. Wauw. 8! Nee, 7! Wauw! Dat was hem. Dan heb ik gewoon 7 knollen. Wauw. Ja, dit is echt cool. Je weet het. Je weet het. Nooit je Alocasia gewoon maar weggooien. Niet doen. Het is zonde. Het is zonde. Oké. Okay. En we gaan hem vullen. Goeie. Okay, dit is echt veel. Ja, dit is wel goed zo. Een goede laag. Zit nu ongeveer zo een laag in. En die erbij. Even een kleine schep. Zo. Even een beetje zo. En zo. En dat is hem. Waarom ik dus deze aarde maak, is omdat ik wil dat het niet al te veel water vasthoudt. Dus, wat ik heb gezien, is...
dat je dus water geeft. En dan gaat het er niet gelijk blijven hangen. Dus je geeft het water en het gaat er doorheen. En dit is dus wat je wil hebben. En dit is dus een goede drainage. Dan wacht je even tot alles er doorheen is. Je hem even uitlekken. En dan heeft hij nu dus water gehad. Dus dit is allemaal overbodig water wat er normaal dus in je potgrond zit. En dat is zonde, want daardoor creëer je dus wortelrot. Dat is echt zonde. En deze ook maar gelijk water geven. Deze manier ook. Die voelt echt heel zwaar worden nu. En daar komt het. Zometeen als hij is uitgelekt, dan als ik hem dan in zijn potje heb gezet en hij staat er op zijn plaats, dan kijk ik over ongeveer een half uurtje of er geen water onderin zit. En dan als dat zo is, dan haal ik dat weg. En als dat niet zo is, dan heb ik het goed gedaan. En daar hoop ik wel op. Dus dit is allemaal water wat normaal in je potgrond zou zitten. En daarom krijg je dus wortelrot. En dat is super jammer. Zaga, zaga, zaga. Ik ga straks de knolletjes van hun vliesje ontzien. Ze in perliet zetten. En dan mogen ze lekker de greenhouse in. Kunnen ze lekker gaan groeien tot 7 prachtige brachyfolia's. Want daar heb ik wel heel erg zin in. Ik wil ze echt zien groeien. Dat is echt de goal. Dus ik ben super benieuwd. Like en abonneer, zodat je niks mist. En tot de volgende keer. Doei!